Yo mazen, daar zijn we weer met de nieuwe minigame video in Brawl Stars. En vandaag doen we er niet één, maar twee. Ja, want James stuurde mij namelijk een berichtje via Discord met allemaal leuke minigames die hij had gemaakt. En ik dacht, daar moeten we gebruik van maken. Hij had namelijk een minigame gemaakt, Bouncy Ball, waarin je alle skeletjes kapot moet maken met jouw team. En dan is iedereen Bibi. En dan moet je gewoon tactisch je super neerzetten. En nu denken jullie, Joran, is dat dan de enige? Nee, zometeen doen we dus nog een andere minigame. Maar ik hou die nog even geheim. Maar deze is al heel leuk. En ik ben heel benieuwd of mijn team dan kan winnen. Mijn team is met James, Just a Pizza en Gijs. En we gaan kijken of dan we iedereen kapot kunnen maken. Nou, iedereen het andere team kunnen kapot maken. Maar als jullie er in ieder geval zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. 1000 likes zou mooi zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En natuurlijk dikke shout-out naar James voor het maken van deze minigames. Wordt gewaardeerd, want ik vind het altijd leuk om ook minigames van kijkers of van clubgenoten gewoon zo nu en dan te kunnen spelen. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe dit gaat. En jullie zien trouwens in het midden ook een teleport. Dus dan kan je een beetje aan de zijkant van de map komen. Ik denk dat dat wel kan gaan werken. Maar ik zie jullie op het moment dat de eerste game gaat beginnen. Even snel tussendoor. Ik was nog helemaal vergeten de winnaars van de giveaway bekend te maken. Namelijk de Bullskin giveaway. We hebben in totaal 8 winnaars. De winnaars komen nu in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jullie hebben een bericht gekregen met de link daarin dat jullie de Bullskin kunnen claimen. Mocht je nu denken, oh, ik heb weer niet gewonnen. Er komt heus wel weer een nieuwe giveaway. Ja, dus hou me kanaal in de gaten. Maar laten we verder gaan met de video. Yo, en daar gaan we dan. Check hoeveel skeletten daar liggen. Dat is echt niet normaal. Maar we moeten eerst even ons team natuurlijk gaan vinden. Iedereen heeft trouwens wel een vette BB-skin. Dat sowieso. James is mijn team. Nee, dit is niet allemaal mijn team. We moeten natuurlijk even als team bij elkaar komen. Ja, en dan hier weer even laden. Pot. Ja, oké, dan gaan we nu die kant op. En als de emoji wordt gedaan, dan kunnen we beginnen. Ja, Just a Pizza, die heeft dus vergeten de super te laden. Of die nam per ongeluk al de jump. Oké, maar zometeen als de emoji komt, dan mogen we gaan aanvallen met de super. Ik ga hem zo doen, denk ik. Ja, oké, hij heeft hem ingezet. Oké, dan kunnen we nu gaan aanvallen. Ja, oké. Dus we moeten nu proberen zo snel mogelijk onze super te krijgen. Hier eventjes natuurlijk hier. We kunnen ook die teleport natuurlijk nemen. Dat zou ook altijd kunnen. Maar ik denk dat dit wel een goeie is. Dat ik hem hier zo schuin doe. Oeh, Gijs die ging al bijna dood. En dan moet hij vooruitkijken natuurlijk. Oké, want je hebt daar natuurlijk nu al gif. Dus het is wel zorgen dat je dit snel voor elkaar krijgt. Oh, kijk, nu heb ik dus al een probleem. Ik zal even mijn gadget aanzetten. En heb ik nu al meteen weer mijn super? Ja, die heb ik. Oh, blijf ik nog leven? Ja, ik blijf leven. Dat heeft hij wel nice gemaakt. Hij heeft de map zo gemaakt dat je zeg maar je super, of dat je levend blijft als je die teleport neemt. Maar ik weet niet of ik nu levend ga blijven. Ik kan mijn gadget aanzetten. Oh, Donners, dit is veel moeilijker dan dat ik dacht, man. En ja, ik teleporteer weer terug. Oké, dat is mooi. Dus je blijft inderdaad hier levend. Ik ben nu trouwens wel bijna dood. Dan kunnen we zo meteen checken wie het meest heeft kapot gemaakt. Maar dit is echt een heel tactisch spelletje die wel erg nice is. Ik wil hier even de boel kapot maken. Ja, ik doe het zo. Gaat dit goed? Ja, niet helemaal. Ja, daar gaat ook nog de boel kapot. Ik kan hier even mijn super ophalen. Ja. En dan doe ik hem even hier zo schuin. Met een beetje mazzel gaat het goed. We moeten nog een paar kapot zien te krijgen. Oh, ik had daar een paar kapot. Oké, ik ga hier ook even een hit doen. En dan kijken wat hier treffen gaat komen. Ah, ik ga nu wel dood. Oké, ik kan net niet meer super indrukken. Ik ga zo meteen even kijken wie heeft gewonnen. Maar dit is echt een lastig tactisch spelletje, jongen. We hebben heel veel skeletten kapot gekregen. Maar om echt alles kapot te maken is heel lastig. Maar ik ga even kijken en dan kunnen we zien wie heeft gewonnen. Oké, als je het zo bekijkt, hier heb je nog gif. Ik denk dat het ongeveer gelijk spel is geworden. Want wij hadden hieronder voornamelijk nog wat, hier hadden we boven. Ik ga niet skelet voor skelet tellen. Nou, daar hadden we trouwens ook nog bijna wat kapot. Nou, ik denk dat we trouwens wel hebben gewonnen. Want hier hebben ze nog best wel veel. Vooral hier aan de bovenkant een hoekje. En wij hadden veel minder. Ja, we hebben wel gewonnen. Daar hoef je niet eens voor te tellen, dat kan je gewoon zien. We doen deze nog één keer en dan gaan we door naar de volgende minigame. Oké, dan moeten we er nu voor zorgen dat we iets sneller ons team gaan vinden. Just a Pizza, James, die zijn hier al. En Gijs ook. Oké, kijk, dit ging al veel sneller. Ja, ik heb nu mijn super. Dus we moeten gewoon zorgen dat we allemaal onze super krijgen. En dan is het helemaal prima. Hier, doe maar een hit. En alleen James moet nog een hit doen. Oh, we kunnen de jump al wel maken, inderdaad. En dan kan James hier even zijn super opladen. Eventueel als hij zou willen. En dan kunnen we gaan starten. Ja, dit ging al een stuk sneller. Dan ga ik meteen de teleport nemen. Oké, iedereen heeft het nu. Dan moet ik trouwens even wachten. James, die moet namelijk een reactie doen. En dan kunnen we gaan beginnen. Oké, hij begint. Ik neem
neem even de teleport, want ik wil namelijk zorgen dat ik vanaf deze hoekje even wat kapot ga maken. Neem ik meteen de teleport terug, maar op die manier kan ik even voor zorgen dat we aan deze kant ook wat gaan slopen. Moet even uitkijken dat ik Just the Pizza niet ga killen. Dus Beter gaat hier even op staan. Dat zou mooi zijn. En ja, James heb ik nu ook. Oké, ik ga hier even meteen een hit doen. Ah shit, die ging niet helemaal lekker. Dat is jammer. James, die overleeft dit. Dus dat is prima. Dan kunnen we even meteen onze super opladen. Ja, ik zal mijn gadget er even bij aanzetten. En we gaan tot nu toe lekker. We hebben al best wel veel kapot. En dit gaat al veel beter dan wat het net ging. Moeten hier weer even mijn super laden. Ja. En nu moeten we even kijken of we hier onder de boel kunnen pakken. Moet even hier in de hoek schieten. Ja, dan gaat daar heel veel kapot. Oké, dat is goed gegaan. En daar hebben we nog een paar. We hebben bijna alles. Bijna alles hebben we op dit moment. Ik kan alleen niet even mijn super laden. Oeh, daar ging ik bijna dood. Oké, dat ging prima. Hier weer even een hit. Ja, dan heb ik nu mijn super. Ik zie dat daar nog eentje zit. Ja, maar we moeten nu wel uitkijken. Want zo meteen komt het gif eraan. En dan moeten we ervoor zorgen dat we natuurlijk levend blijven. Ja, oh, die is kapot. Hebben we nu alles? Ik weet niet of we alles hebben. Ik kan even hier de teleport nemen om te kijken of we inderdaad alles hebben. Nee, we hebben daarboven nog lang niet alles. Oké, ik zal mijn gadget er even bij aanzetten. Daarboven in de hoek zit nog van alles. Dus we moeten eventjes zorgen dat we dat daar gaan pakken. Want dat hebben we dus nog niet helemaal. Ik weet niet of hun weten dat dat daar zit. Moet even kijken. Ik denk dat daar ongeveer het wel zit. En ik kan zo meteen nog één keer proberen dat te halen. Even zorgen dat we levens erbij krijgen. En dan hier weer eventjes elkaar hitten. Ja, ik weet niet precies waar ze nog zitten. Ik zal mijn gadget aan zetten. Oh, er zit nog steeds wat in de hoek daar zo. Zal ik het nu gaan raken? Zal ik ze nu gaan raken? Ik denk dat ik ze nu heb geraakt. Ben ik niet helemaal zeker. Oh, maar dit gaat lastig worden. We moeten nu even levens erbij krijgen. Oh, en ik moet nu kijken. En misschien hier nog een hit. En ik heb geen idee of ik nog iets raak of niet. We kunnen zo meteen kijken of we alles hebben geraakt. Maar oh, dit ging al beter dan de eerste minigame. En ik denk dat we alles weg hebben gehaald. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus daarvoor moeten we even in herhaling kijken. Ze hadden hier trouwens ook bijna alles weg. Hieronder hadden ze nog skeletje. Hier rechts hadden ze er nog twee. En hier in het midden hadden ze er nog eentje. Voor de rest helemaal niks. En wij hadden hier er nog drie in totaal. Oh, dan hebben we daarop tot slot nog best wel wat geraakt. En ik heb hier heel misschien deze twee ook nog geraakt. Oh, eentje. Is er nog eentje? Oh, en dan hebben we wel gewonnen trouwens. Hebben we alles weg weten te halen? Want hier werd volgens mij nog één keer een super gegooid. Ja, ik gooide hier nog eentje per ongeluk. Raak ik die nog? Nee, ja, raak ik hem niet. Uiteindelijk hebben we wel gewonnen, dat wel. Ik vond het echt een goede minigame. De volgende minigame is ook heel nice. Dit zijn namelijk allemaal El Primo's die je moet zijn. En je moet door middel van gooien elkaar naar de overkant zien te krijgen. En dit wordt ook heel lastig, maar ik denk wel heel erg vet. Oké, daar gaan we dan. Ik denk wel dat dit een hele lastige minigame gaat worden, maar wel heel nice. Want je moet zo goed samenwerken en je mag eigenlijk geen gadgets verprutsen dat je zeg maar elkaar niet goed eroverheen gooit. Oké, wat gaan we doen? Oh kijk, dat is dus al zonde. Daar werd er al iemand niet overheen gegooid. Ah, hier weer niet. Ik kan hier even kijken. We kunnen even kijken of we bot 4 kunnen helpen. En dan moet James misschien bot 4 helpen. Ja, kijk, maar we hebben niet zo heel veel gadgets. Dat is een beetje het probleem. Ik kan even hier gaan staan. Want dat helpt, denk ik, beter. Ja, je moet echt heel tactisch met z'n allen dit spelen. James, die wordt hier gegooid. Kan ik hier nog worden opgehaald, jongens? Help, 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 help. Oké, ja, dit is dus het lastige. Ik heb nog een paar gadgets. Ik heb er nog twee, maar ik weet niet hoeveel de rest heeft. Oké, ik word nog geholpen. Dan kan ik iemand anders helpen. Maar dan moeten ze even goed tactisch gaan staan. James, ik kan daar eventueel zijn gadget in zetten. Ik kan jou daar gooien. En ik kan ook even hier mijn super halen. Top, dan ga ik hier eventjes heen met mijn super. Blijkbaar dan mag dat bij het water. Als de gadgets op zijn. Oké, dan kunnen we hier weer even onze super halen. En dan kunnen we hier overheen jumpen. Ja, want dit is zo'n lastig tactisch spelletje. Eigenlijk moet je dan de hele tijd teamen en zorgen dat er één iemand aan de overkant gaat komen. Ik ben benieuwd hoe ze dat aan de andere kant doen. Maar nu moeten we hierheen jumpen. En we kunnen even onze super halen. En dan kunnen we hierheen gaan. Dan moeten we namelijk de teleport nemen. En dan krijgen we nu een obstakelparcours. En nu wordt het helemaal lastig. Ik zie dat ze hiernaast ook net waren geteleporteerd. Dus dat wordt wel een spannende. Ik ben benieuwd of ze het gaan halen. Ja, daar is Rick, dus dat is mooi.
Ze moeten niet zorgen dat ze teruggejumpt worden, want dan wordt het wel lastig. Maar ze zijn er al. Ze zijn al in het midden. Ai, 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 ai. Ze hebben dus gewonnen. Dit is wel lastig om dit echt goed te doen, man. Ja. En hier moet je eigenlijk weer overheen gegooid worden. Maar op dit moment kan ik nu niks. Nee, want ik heb nu geen super of geen gadget. Ik kan trouwens een van hun er even overheen gooien. Hier. Oh, ik gooi Rick de verkeerde kant op. Maar we hadden al verloren. We doen deze nog één keer en daar sluiten we deze video mee af. Oké, we hebben nu het iets duidelijk gemaakt. Als je gadgets op zijn, dan pas mag je supers gebruiken. Dus je moet eerst 3 keer je gadget hebben gebruikt voordat je je super mag gebruiken. Dus dat is wel een tactisch spelletje. Ik zal hier even gaan staan. Dus gooi me maar even overheen, bot. En ik zal bot er even overheen gooien. Ja, dit gaat al een stuk sneller. En we moeten, als jullie nou elkaar even overheen gooien. Of hier, ik kan hier even kijken of ik bot kan eroverheen tillen. Ja, top. Dat is mooi. En James, of heeft een van jullie nog een gadget? Hier, ik moet nog geholpen worden. Help, 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 help. Oké, top, dat is mooi. En dan kunnen we hier nu Rick pakken. Of eroverheen gooien. James kan ook. We moeten even bot 4. Ik wil mijn gadget inzetten. Ah, ik zet hem nu niet goed in. Dat is jammer. Oké, ik denk dat ik mijn super nu moet inzetten. Want anders ga ik het namelijk niet halen. Even wachten totdat we niet iemand gaan killen. Dat zou ook stom zijn. Ja, dan kunnen we hier eventjes overheen. Top! En dan mogen we... Oh, nu eventjes zorgen dat we de overkant gaan halen. Ja, ik moet even rustig aan doen, want ik heb niet zoveel levens. En anders ga ik nog dood ook nog. Dus dat zou niet moeten. Bot 4. We kunnen beter even zorgen dat we levens erbij krijgen. Want we hebben onze super nodig. No! Kom op, bot 4. Oké, we hebben allebei onze super. Oké, dan kunnen we nu die kant op gaan. En ja, dit is mooi. Eventjes levens erbij krijgen. En dan kunnen we die jump maken. Ik denk niet dat we dit gaan winnen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Kunnen we wat hits doen op Rick? Oké, Rick die zet die jump in. En dan wacht ik heel even totdat hij die teleport door is. En dan ga ik hier ook langs. Oké, let's go team! Let's go! Oeh, Rick die neemt die teleport. We moeten hier snel tussendoor. Bot 4 is er ondertussen ook. Come on team! Ze zijn er nog niet. Ze zijn er nog niet. Dus dat is mooi. Dit gaat ook goed. Ik heb alleen niet mijn super, dus dat is wel een nadeel. Met James en Jitsen Pizza, die zijn er al! Hey, let's go, let's go, let's go. We moeten alleen even onze super ophalen samen met Rick. Dus dat moet nog even gebeuren. Ja, en dan kunnen we nu deze jump nemen. Maar mijn team had al gewonnen. Ik zelf alleen was niet als eerste. Nee. Maar ik vind het helemaal mooi. Lekker team. Dan hebben we toch nog eventjes deze game weten te winnen. Ik vind het helemaal mooi. Maar hey, ik laat het erbij voor deze minigame. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot zonder mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de Bouws Army kleding.